De regering van Suriname heeft de intentie om nog voor eind van deze maand haar allereerste US-dollar gedenomineerde staatsobligatie op de internationale markten uit te geven. Financiënminister Gilmer Hoefdraad en de CEO van Staatsolie, Rudolf Elias, zijn begonnen met een sessie ontmoetingen met investeerders van het Caribisch gebied, Europa en de Verenigde Staten. Oppenheimer en Scotia Bank hebben het mandaat gehad om namens de Republiek Suriname deze meetings te organiseren. De regering wenst gebruik te maken van de huidige rentetarieven op de wereldmarkt en presenteert tegelijkertijd de recente positieve ontwikkelingen in het land. Volgens een persbericht van het kabinet heeft een prudent macro-economisch beleid van de afgelopen maanden geleid tot stabilisatie van de wisselkoers. De recente opening van de Newmont goudmijn, toename van de inkomsten uit de goudexport en de besparing op de valutamarkt als resultaat van het operationeel worden van de raffinaderij van Staatsolie zullen de garanties zijn voor investeerders in de obligatie. Het grootste deel van de opbrengsten van de obligatieverkoop zal bestemd zijn voor herfinanciering van bestaande schulden van Staatsolie. Hiermee zullen de schuldaflossing van het bedrijf in de toekomst sterk afnemen, waardoor ook de inkomsten van de overheid vergroot zullen worden. De opbrengsten van de obligatie zal ook worden gebruikt om de laatste betalingen voor het aandeel van de regering in de Newmont-mijn te voldoen.